Dit is de Zuidwesthoeken van de start. En dit is de kop van de Zuidwesthoeken. En die kop van de Zuidwesthoeken die had juist een onervaring gehad met een passenskip op de finishlijn in Staveren. Maar er is alweer weer gewoon varrelkwaar. Ja, en dan kan de start worden in Walsheim. Van wat IPL zei, dat een hele mooie wedstrijd werd. Met een route van de eerste tonnen naar de Leijse Polen. Dan weer om haast naar de Rak. En dan weer waarom hieronder in bij de Mar. En dan weer waarom naar de Kruispolen. De Rakkenpolen. En dan weer Safieder. Nou, een start die sabreed wie je, dat word je net zien. Ik zal het direct even in Michel letten. Die is onzagwekkend breed. Sabreed is aan start. Daar kan alle 14 skippen mij gemak lezen. Maar dan kom je in het kruisrak verzeil weer dicht bij elke lans. En Jereveen moet je bijvoorbeeld even achter grauw lans om de goede lijn weer wat te pakken te krijgen. Nou, en zo je meer skippen die het oer stuurboord komen en dan erachter lans matten om een plakje te zieken. En waar komt dan eerst om de eerste tonnen? Dat is Douwe Visser van Snits. Ja, en dat Douwe Visser van Snits voorleidt op de Hegemer. Maar dan denk je van, ja, die sjove joert over de hele wedstrijd net weg. Wat zit erachter? Drachten zit erachter. Er zit Grauw zit erachter. Er zit Jereveen achter. Ja, eigenlijk zit er de goeie man. Jenne Waard zit er nog tussen. Eigenlijk zit er de goeie man daar alweer Hulndal te plak. En kan je opgaan naar het Vader Wieserijk. Dan sturen Drachten en Snits, die sturen helemaal naar onderkant. En die loeven elkaar op. Het is verschrikkelijk. En ze komen dan weer in een lijn. In een lijn mij. Wil ze allereerst skippen jonken hun. Wil ze allereerst skippen jonken hun. Elk skipleider ze wat jonken. Het is één grote lijn aan skippen. En iedereen ziet het zien plak. En dat is het mooie aan een brede. Maar dan kan je gewoon mooi van de windzielen. En allereerst maar een kant uit. En zien water het eerst is. Nou, en dan gebeurt er iets. Dan ontstaan er eigenlijk twee ploegjes. Hier is het ene ploegje. Dan zit er een middenploegje. Die zit er in de midden. En dan zit er een ploegje. En die zit heelendal aan de orenkant. Die zitten eigenlijk wat aan de boven. Kant. Dat lijkt het wat de minste kant, want de Huin heel eind naar de Tonneta. Maar wat gooit de zeiloer en dan komen de valoers. En zag je het wat zijn? Ik leeuw achter de jongen om de eerste tonnen kan. Die komt gewoon eerst om de tweede tonnen. En de Zuidwesthoeken komt daar achteraan. En de rest die mat hem eigenlijk maar een beetje rijden. Van waar zoen we een plakje ziek kennis? Want je maakt altijd dan de binsten die je met hem horen. Maar ja, die moest ik weer uitwieken voor de skippen die door bakboord kwam. Want ik dat geldt onder de wien op. En wat zijn die short net in is om. Die denkt van, nou die ellende daarachter, die besparen wij u te meesten. En dan zien we dat wij maar voortkomen kennen. Nou, die ellende is groot. Hier met Jenne Waard, die kent die er van ons, kent die er van ons. Nou, krijg ik het niet net volle. Maar wie bekwad wordt net skrampt. Jereveen gaat als je een lemmer. Dit is een protestsituatie. Beide mannen zullen de vlaggen hissen, maar beide mannen zullen ik weer inloeken. Komen we bij de Orentonnen. En dat is Waldsein eerst. En dat is de Zuidwesthoeken nog steeds twat. Dat is een beeld dat door het eigenlijk over de hullenwedstrijd. Die beide mannen hebben een geweldige wedstrijd. Zit er hult iets voor om en daarachter zit Snits. Dus, ja, die is verslijn in dat Vader Wieserak. En die Matsien dat er wel een beetje bij komt, maar die komt echt net dichterbij. Want die had vierste volle les van al die orenskippen die hem benij zitten, zeg maar zitten. Nou, dan is even zien hoe het verder gaat. Daar komt Snits aan, daar komt Drachten, daar komt Jenne Waard, daar komt Grauw. Dit is Bolzert alweer, dit is Jereveen. Nou, zo komt iedereen weer een beetje in beeld. En dan weten we dat alles weer goed bij elkaar zit en dat ze alweer meer naar voren komen. Het wie benamen Bolzert en Jereveen die in een peerslag een echt naar voren kwam. Zie je het nog wel even deun? We zien Jouren, wie er in ieder geval zit, want die een wat minder start had. Koerde net goed tussen bij Bolzert. Er waren al even schreeuwd en dien, maar het waren al hier in het redelijke oplast. Maar opvallend wie hoe dicht had die skippen in de middenmoord al hier bij elkaar bleem. Dat wie fantastisch om te zien. Het wie een geweldige strijd met een prachtig mooie loft daarboven. Dus dat is al hier helemaal mooi te zien voor het publiek wat er net in grote getal wie er bij was zijn. Maar het is net roosje. Zo prachtig zien de zin op. Al die skippen werden onder de wien op hier achter Jenne Waard. En daarvoor zou je Snits lezen. En daarvoor zou je Drachten lezen. En daarvoor lezen nog Zuidwesthoek en Walsijn. En Walsijn leidt justjes leger als de Zuidwesthoeken. Het lieke krek hult hij als ken de Zuidwesthoeken wat heuger als Walsijn. Maar elke tonne is weer deze situatie van plan. Dit komt Walsijn voorop. Alweer de loert wordt de kleerlijn om het Vaderwiense stik te dwaan. En daarachter, daar komt dan de Zuidwesthoeken. Een beeld, ja, zie je net meer als 100, nou, soms 80, soms 60 meter tussen. En meer wie het verschil net.
daarachter. Snits dan voorbij, daar komt Drachten. Dan komt Jereveen. Maar die protestlagen er nog altijd in. Misschien een Lemmer die dus in Lutsen wordt zo. En daar is Bolzert alweer. Ja, ze zit het hele spultje heel dicht bij elkaar. Dan liep het van de Wien. Ik op de Zuidwesthoeken voor Waals Eind komt. Maar ja, dan komen de zeilen weer over. En dan is het op een nij weer Waals Eind. Niet eerst om de tonnen komt. Het is echt een beeld wat de hele wedstrijd wie. Een schitterende wedstrijd veren die beide mannen. Ik ben zeker dat de Zuidwesthoeken net boven hem stuurde. Het wie ik, maar ze zielden mooi achter elkaar aan. En ze kon je elkaar wat in de gaten houden. En Utrainen eigenlijk op de rest van het veld. Die te werk hier mij elkaar. Want daar wie het meer mij gesteld. Dan moet je op een of andere wijze. Moet je te volle mijn oren bemoeien. En het Eerbe Grauw, ja, die is in ons list om vierde. Maar we zien even waar die zit. En die weer wat voortzakken. En die zakken nog meer voort. Zit wat in de achterhoede. Zit in de buurt van Langwar. Mooi sprongje van Douw. Maar het jouwde mal je neer het verzelf. Nou, dan maar eens even zien hoe het verder gaat. Ja, op een nij de Zuidwesthoeken en Walsijn. Nou ja, hier liep het Walsijn dan even heuger te gaan. Maar de snelheid bleef wel in beide skippers zitten. Die op Lemmeren hooi ik vreselijk goed te presteren. En als Sien litten had dat ze bij dit soort wedstrijden er echt wel uit komen kennen. Nou, daar komt het verhaal dan weer aan. Bij de tonnen is het nog steeds wat zijn voor. Is het nog steeds de Zuidwesthoek op het tweede plak. En nog steeds komen die orenskippen net volle dichterbij. Maar er verorent al wat. Er verorent echt wat in de wedstrijd. En dat zie je hem direct zien. Om zorgen naar de situatie bij Snits. Tje, Snits moet draaien op Jereveen. Ze dachten dat ze de tonnen aan rennen kon. Dat koe ik wel, maar dat weer wat krap. Dus toen kwam de snelheid eruit. En daar weer Jereveen ineens. Die echt uit de achterhoede komt om dat zaakje even te klaren. En Jereveen gaat op naar het tweede plak. En het vierde plakje is dus voor de Snitserpannen. Om te zien dat ze bij die beide voorsten komen kennen. En dit is het beeld. Dit ben de voorste groep van de hele wedstrijd. Je moet wat zijn in de Zuidwesthoek. Nou, en dan komt het laatste rakje. Je moet zo Jereveen al. Die is weer draaid en die maakt achter een balans. En dan zie je hem de Zuidwesthoeken daarboven niet zitten. En daar zit Jenne Waard en Grauw. En wat zijn lei ergens in het midden. De Wien weer dus helemaal draait. En de skippen bovenin die hien de wien en onderin hien absoluut geen wien. De Zuidwesthoeken gaat als eerst om de tonnen. Snits gaat zelfs naar het ene laatste plak om die tonnen. Het is je net voor te stellen dat dat gebeurde. Het gebeurde echt op de randen van een bui. De ene hier de vlaag en de oren hier absoluut net. En hier volle minder uit een oorboeg. Drachten had eigenlijk net eens een slag maken. Bolzer dit er alweer aan strijden. Jenne Waard dit er. En dan komt Jereveen. En dan komt Lemmer alweer naar voren scoot. En zo wie het beeld duidelijk. Met Jouwer en Grauw en daar komt Waals Eind pas achter. Ja, zo wie het beeld. Een beeld wie dus dat we een finish hier met een man die nog nooit eerder een wedstrijd in de SKS won hier. Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Zij wie de winnaar van deze wedstrijd. De uitslag op kaart hier dan bij Waals Eind. Op Ian dus de Zuidwesthoeken van Auke de Groot. Op 2 Drachten Albert Visser. 3 Bolzert. 4 Jenne Waard. 5 De Lemmer. 6 Jereveen. 7 De Jouwer. 8 Waals Eind Ipie van der Meul. 9 Grauw Douw Visser. 10 Snits. 11 Langwaar. 12 Huzem. 13 Ljouwert. En 14 ek de hele mannen van Berend Mink.